We staan nu bij Kasteel Siepenstein, hier in Loosdrecht. En daar is een expositie, heb jij een expositie georganiseerd van Melchior de Hondenkoeter. Ja. Ik zit nog steeds goed, hoor. Jazeker. Ik heb een tentoonstelling gemaakt samen met een andere kunsthistoricus, Joy Kearney. Dat is een Ierse kunsthistorica die al 20 jaar met Melchior de Hondenkoeter bezig is. En daar dit jaar op hoopt te promoveren. Dit jaar is het in Nederland het jaar van de historische buitenplaats. En wij van Siepenstein vonden dat een uitstekende aanleiding om de schilderijen die Melchior de Hondenkoeter vooral voor buitenplaatsen schilderde hier te laten zien. Maar dan heb je enorm goede connecties, want ze hangen in het Rijksmuseum, in het Mauritshuis. Ik bedoel, het is niet makkelijk om die schilderijen hier naartoe te krijgen. Nee, en wij hebben de schilderijen die wij hier in de tentoonstelling hebben, die komen voor een heel groot gedeelte uit particuliere collecties. En het is inderdaad heel erg aardig en genereus dat mensen die hebben afgestaan voor deze tentoonstelling. We hebben niet alleen maar schilderijen uit particuliere collecties. Er zijn ook een aantal uit overheidscollecties en uit museale collecties. Maar het gros komt uit particuliere collecties. En tot wanneer duurt de expositie? En is dus normaal voor mensen niet te zien. Dat maakt de tentoonstelling ook bijzonderder. Het zijn niet schilderijen die je op een ander moment ergens anders kunt gaan bekijken. Normaal hangen ze gewoon achter gesloten deuren bij mensen thuis. Je moet je voorstellen dat hij op het moment dat het eigenlijk nog niet gebruikelijk was, zich ging specialiseren in het schilderen van vogels. En van zowel levende als dode dieren. Maar vooral die levende vogels, daar was hij echt ook in zijn eigen tijd al bijzonder beroemd mee geworden. Er is een verhaal bekend, iemand die zijn leven heeft beschreven in zijn eigen tijd. Arnold Houbraken, die beschrijft dat Melchior de Hondenkoeter een zo goede schilder was. Dat hij vogels zo goed kon weergeven, omdat hij een haan, veel van de vogels die hij schildert zijn pluimvee, kippen, hanen, ganzen, maar ook exotische vogels. Maar goed, om even bij die kippen en die hanen te blijven. Houbraken beschrijft dat hij een haan had gedresseerd en dat hij met een klein stokje precies kon dirigeren. Van nu zo staan, omkijken, pootje omhoog, vleugeltje wijd. Dat hij dus voortdurend een model bij de hand had om het... Een haanmodel. Een haanmodel, ja. Ja. We staan nu bij ook een heel bijzonder schilderij. Een schilderij met een dode meeuw en een enorme buks. Zal vast met elkaar te maken hebben. Kun je er iets over vertellen over dat schilderij? Ja, natuurlijk. Dit schilderij dat hangt normaal in de rolzaal bij de Ridderzaal in Den Haag. We zijn dus heel blij dat we dit voor deze tentoonstelling konden lenen. Melchior de Hondenkoeter die schilderde zowel schilderijen van levende vogels, vooral pluimvee, maar ook stillevens van dode vogels. En hier zie je eigenlijk ook, je ziet een meeuw die naar mijn idee vooral is in de compositie is gebruikt vanwege de felle witte kleuren. En je ziet kleinere vinkjes die ook wel werden gegeten. Er werd op gejaagd en die werden gegeten. En je ziet, dat is wel bijzonder. En dat had eigenlijk ook, voordat wij deze tentoonstelling gingen maken, nog niemand was dat opgevallen. Daar linksachter hoe die vinken werden gevangen. Dus misschien dat die meeuw wel met die buks werd neergeschoten. Maar die vinken die werden met netten en lijnen, met vogellijm, werden die gevangen. En dat was een soort liefhebberij, omdat het klinkt nou een beetje vreed, maar dat was echt een liefhebberij van mensen op buitenplaatsen. Melchior de Hondenkoeter en Van Siepenstein, hebben die wat met elkaar? Nou, wat Melchior de Hondenkoeter en Van Siepenstein met elkaar hebben, dat is dat de Hondenkoeter schilderde veel voor buitenplaatsen. Dus dat is de link. En Van Siepenstein, Henri van Siepenstein heeft Siepenstein gebouwd als een soort, ja, ik zeg wel eens een soort reïncarnatie van een buitenplaats. Het is het gebouw en de tuinen zijn pas aangelegd in het begin van de vorige eeuw. De tuinen aan het begin van de 20e eeuw, het kasteel vanaf 1912, dus ook nog het begin van de 20e eeuw. En Van Siepenstein, bij alles wat hij deed, dook hij heel erg in hoe werd het beleefd. Om hier een sfeer neer te zetten van wat was een kasteel, wat was een buitenplaats, had hij zelf ook een kiphok met een hoenderhof, zal ik maar zeggen. Dus dat is een soort van link. Ik heb wel gezien dat het is een heel oud gebouw. Het lijkt allemaal heel oud. Het gebouw zelf is dus niet heel erg oud.
Maar waarvan het gemaakt is, dat is weer wel heel erg oud. Hè. Het is een gebouw dat in de 20e eeuw is neergezet. Maar met gebruikmaking van echt middeleeuwse bouwmaterialen. Hè. En de bouwheer, jonkheer, ik zal één keer zijn naam volledig noemen. Henricus Catharinus Cornelis Ascanius van Siepenstein. Ascanius, die was er van overtuigd, die geloofde er echt heilig in, dat op deze plek in de middeleeuwen al een Van Siepenstein kasteel zou hebben gestaan. En dat wilde hij, hij wilde dus eigenlijk de tijd van vroeger terugbrengen. En dat deed hij met antieke bouwmaterialen. Dus de stenen waarmee hij zijn 20e eeuwse kasteel neerzet, zijn wel middeleeuws. En die zijn ook afkomstig van echte kastelen, namelijk van de toen afgebroken Vredenburg in Utrecht en van het kasteel van Abcoude. Hij woonde hier ook, Van Siepenstein? Hij woonde hier, maar hij woonde hier niet om een grote staat te voeren. Hij woonde eigenlijk heel bescheiden, had een kamertje boven waar we nu wat we nu als tentoonstellingskamer gebruiken. En een piepklein kamertje beneden, wat zijn, daarboven daar sliep hij. En beneden daar had hij zijn huiskamertje. En voor de rest had hij het hele gebouw gemaakt en ingericht als museum. Getrouwd, kinderen? Niet getrouwd, geen kinderen. Wel een zus, Barenaar. Hij had een aantal zusters. Hij was zelf de laatste mannelijke teller. Hè. Met hem zou de familie die er echt eigenlijk eeuwenlang over had gedaan om voornamer en deftiger te worden. En uiteindelijk pas in 1815 een adellijk titeltje had gekregen. Hè. Het predicaat jonkheer, wat eigenlijk net geen adellijke titel is. Het zou met hem alweer uitsterven. Hij had inderdaad wel een zus die in Baren woonde. En hij heeft zelf ook enige tijd, toen hier nog gebouwd werd, heeft Van Siepenstein zelf, Henri zelf, ook een tijdje in Baren gewoond. You seem like the lightning from the stars.